Yo! Goedemorgen, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Papa, zondagmorgen weer lekker in de gym geweest. Ik moet zeggen, voordat ik ging, had ik er niet zoveel zin in. Hoe dat komt, ja, ik weet het niet. Ja, je zit soms in zo'n fase waarop je wel lekker in je bed ligt en dan lekker eigenlijk nog wat blijven liggen. Maar achter in het hoofd, toch weer zoiets van nee, je moet eruit. Even lekker sporten, even lekker bezig zijn. Goed voor je lichaam. Nou ja, welke excuses daar je dan nog meer kan verzinnen. En uiteindelijk toch maar bed gestapt. Dan kan ik het dan toch niet laten om te gaan. En dan ben je er geweest, net als vorige week maandag. Toen mijn dochter weer zei, kom pap, we gaan. Ja, dat was nu ook, alleen al heb ik het zelf gedaan. Ja. Dus dit was lekker, was goed. Ik had weer een oefening gedaan, of tenminste in zo'n programmaatje afgewerkt die ik al lang niet meer gedaan had. En ja, dat kun je dan toch wel merken. Er zaten nou wat meer buikspieroefeningen in. Maar goed. Maar het is gebeurd, het is gedaan. Ik ben benieuwd wat ik wat ik aan overhoud aan spierpijn. Dus gisteren ben ik in Utrecht geweest bij de motorbeurs. Oh. Staan naar leuke dingen. En je komt daar oog en oor tekort om echt alles goed te bekijken, te bezien. Dan zie je daar weer wat, dan zie je dus wat. Ik ben erheen gegaan om te kijken zodat ik een nieuwe motorjas kan vinden. Want ja, op zo'n beurs heb je meestal echt goede salesaanbiedingen. En ik heb inderdaad een jas gevonden. Van een merk wat ik eigenlijk niet ken, maar wel vanuit Duitsland geïmporteerd wordt, of tenminste, die stonden daar. Ja, zag er goed uit. Alle beschermde stukken die je moet hebben, zaten er ook gewoon in. Het is een Four Seasons jas, dus ik kan er bij wijze van spreken volgens hun het hele jaar mee rijden. Dat is natuurlijk niet wat ik ga doen, ik ga echt niet in de winter rijden. Maar zo'n dag als vandaag zou zo'n uitmaak kunnen zijn om toch te gaan kijken om op de motor te gaan stappen. Ik heb één probleem met de motor. Toen ik hem kocht, zaten natuurlijk goede banden op. En van wie ik hem gekocht had, die was eigenlijk ook een beetje verbaasd toen hij hem dus weer overgekocht had van iemand anders. Om hem dus verder een beetje op te knappen. Dat er best wel een brede band op zit. Zo was je een beetje verbaasd over. Nou, mijn verbazing is omgeslagen in hoe kun je het maken. Ik heb er nog nooit gehad bij geen motor dat ik als ik rijd met wij spreken dit weer, dat we een beetje nat weg daar heb, dan krijg je natuurlijk opspelend water, dat dan mijn rug en mijn achterkant nat wordt of vies. Nou, bij deze is wel. En dat heeft dus te maken met een te brede band. Dan gaat het spatwater gaat gewoon net langs het spatbord op aan de achterkant. Ja, dan wordt je rug nat. En dat vind ik vervelend. Sterk nog, ik vind het gewoon zwaar k. Maar goed, ik ga natuurlijk niet, want die band is nog gewoon helemaal super goed. Ik ga natuurlijk niet die band wisselen voor een smallere band zodat ik dat niet meer heb. Ik ga deze gewoon oprijden. Alleen, ja, dan wordt de keuze met het rijden in dit soort weer, waarop het zeg maar vochtig is. Wordt dan wel eventjes lastig, zo van ja, ga ik die natte rug doen, ja of nee? Kleine detail, hè? Kun je zeggen, ja, je kan het schoonmaken en zo. Klopt. Maar leuk is het niet. Fijn is het ook niet. Dus, maar goed, heel misschien dat ik dit wel misschien wel ga doen. Ik weet het niet. Ik zie het nog wel. Afwachten. Want uiteindelijk wil ik straks wel gewoon met de motor naar het werk. Omdat het zeg maar toch wel aantrekkelijk is om dan met de motor te rijden. Qua
financieel natuurlijk, hè, qua reiskosten, benzine gebruik, noem maar op. Dan rijdt de motor natuurlijk wel een stuk zuiniger. En ja, dat, daar is dan ook weer om, een beetje om te doen. Oh joh, een fractie. Dus, maar goed, dan moet ik even kijken hoe ik dat ga aanpakken verder. Ik kijk wel hoe dat gaat worden. Dus, nou ja. Oh ja, vandaag natuurlijk voetballen. Tegen Best Vooruit thuis. Nou, we moeten toch nog even wat puntjes pakken hoor, om echt veilig te zijn. We hebben nog wel ook een ongeslagen reeks van 8 wedstrijden nu, geloof ik. Wat gelijk spelen. Niet altijd winst, maar goed. Dat is beter dan verliezen. Dus, ja, we moeten dit eventjes nog doorzetten. Zodat we veilig zijn en niet degraderen. Want ja, weet je, dat wil je toch niet. Dat is een fase waarop je niet wil gaan inzetten. Als je met sport bezig bent, dan je wil in ieder geval handhaven. Kijk, kampioen worden wil je op zich, maar je wil absoluut niet degraderen. En als het dan niet in zit om kampioen te worden, dan moet je in ieder geval zorgen dat je in de middenmoot blijft. En dan ook moet zorgen dat je uit die na-competitie blijft. Want dat is ook best vervelend, want dat kost je weer extra tijd. Die je straks met de voorbereiding, oké, die maak ik dan wel niet mee, omdat ik nu natuurlijk ga stoppen eind van dit seizoen. Maar dat je wel de tijd tekort komt voor ten opzichte van de voorbereiding. En de tijd die je er tussendoor hebt om dan eventueel zeg maar op vakantie te gaan, om eventjes lekker tot rust te komen. Die wordt dan korter, omdat je natuurlijk die na-competitie hebt. Maar goed, misschien ook wel veel te veel op de muziek uit. Nogmaals, het credo is in ieder geval handhaven. Dat is belangrijk. Het ziet er naar uit dat het wel gewoon gaat lukken. Maar ja, je weet het niet. Ook wij kunnen weer een keer een slechte reeks hebben. Natuurlijk niet te hopen. We hopen natuurlijk dat we de reeks die we hebben en spelen, dat we die gewoon vasthouden. Dat is het belangrijkste. Dus, maar we zullen zien vandaag. Dus ik hoop in ieder geval de duim omhoog. Dat we er met winst vandoor gaan vandaag. Thuiswedstrijd, dus kan wel mooi worden. Zo, nou ga ik hiermee gaan stoppen. Dus ik zeg nogmaals eventjes duimpje omhoog. En eventjes abonneren op dit kanaal. Ik zie dan mijn views omhoog gaan. Waarom, dat weet ik niet. Maar goed, het zal wel ermee te maken hebben dat ze... Ja, ik weet niet. Maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk. Dus... En daar gaat het om. Of dat ik het leuk vind. Kijk aan wat de ander ervan van vindt. Ja, dat moeten ze zelf weten. Uiteindelijk ja, wordt er toch gekeken. Dus dat is belangrijk. Dat vind ik leuk. Dus. Goed, nogmaals. Even duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En likes. Doe een paar van die duimpjes. Vind ik ook leuk. Of schrijf een keer een reactie eronder in. Dan, ja, misschien heb ik er ook wel wat aan de reactie. Dus. Goed, ik ga afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Daar is die. Duimpje, vingertje, heb ik alles gehad. Ja, alles gehad. Ik zeg de mazzel. Tot de volgende keer. Tjoe.